er zin in. Hi, mijn naam is Nicole Matthijssen en ik ben eigenaar van Travel Happiness Company. Daarmee organiseer ik individuele maatwerkreizen naar Latijns-Amerika. Komende maanden neem ik jullie mee als vlogger van reiswerk in de wereld van de reisbranche. En daarmee laat ik zien hoe leuk het is om in de reiswereld te werken. Hoi, mijn naam is Serena Zijlmans. Ik werk bij de Jonge Intra Vakanties als retail executive. De aankomende periode ga ik aan de slag als vlogster voor reiswerk. Om zo jullie een kijkje achter de schermen te geven. Ik kijk er naar uit. Ik hoop jullie ook. Ik zie je snel. Soms zie je door de boom het bos niet meer, maar door middel van mijn vlogs gaan jullie in de reiswereld zien wat er speelt, op welk gebied en hoe ik mijn carrière maak binnen deze wereld. Dus ik neem jullie mee en dan zullen jullie vanzelf zien hoe het in elkaar zit. Hoi, ik ben Bojane en ik ben marketeer bij AMB Reizen. En de komende tijd ga ik jullie meenemen samen met mijn andere gezellige reiswerkcollega's om te laten zien hoe leuk het is om in de reisbranche te werken. Tot snel, doeg! Hallo, ik ben Esra. Ik werk voor Corendon en ik ga jullie laten zien hoe het werken in het buitenland is, in Turkije, in Antalya. Hoi, ik ben Adrienne en ik sta hier nu bij het kantoor van Reiswerk, omdat ik de komende tijd mag gaan vloggen voor jullie. Ik ga jullie namelijk vertellen hoe leuk het is om te werken in de reisbranche en waarom jij daar straks ook wil gaan werken. Ik hoop dat je het leuk vindt. Doei! Hoi, mijn naam is Maaike Klaassen en vandaag ben ik op een vlogtraining bij Reiswerk. De komende maanden neem ik jullie namelijk samen met mijn reisbranche-collega's mee in de wonderenwereld van onze reisbranche en laat ik jullie zien waarom het zo leuk is om in de reisbranche te werken. We zien elkaar snel. Doeg! Hoi, mijn naam is Annette en ik werk bijna 3 jaar in de reisbranche. En samen met Reiswerk gaan we een aantal vlogs maken om jullie mee te nemen en een kijkje te geven in onze keuken. Wat doen wij en waarom is ons werk zo leuk? Dus het enige wat ik kan zeggen, kom je maar mee. Daarna binnen gaan we gewoon kijken. De audio KVA weet niet. De KVA is dood. Is niet veel achter je kantoor. Hij moet nog een keer. Leuk. Dus blijf kijken en tot de volgende vlog. Bye bye.